München is een prachtige stad en de grote Nederlandse delegatie heeft tussen alle repetities door volop genoten van al deze fraaie plekjes. Hier ziet u een deel van het Olympisch gebeuren 1972, dat terrein met dat hele bijzondere Olympische stadion, wat speciaal daarvoor werd aangelegd. En dat geldt ook voor deze ronde hal die nu boven in uw beeld is, de Rudi-Sedlmayer-Halle. Rudi-Sedlmayer was de president van de Beierse Sportfederatie. Naar hem werd deze hal in 1972 genoemd, bestemd voor basketbal, handbal en volleybal. Maar vanavond bestemd voor muziek van het Eurovisie Songfestival 1983. Dan komt zo meteen in beeld de uiterst charmante presentatrice van dit grote spektakel. Bienvenue, welkom zum Song Contest 1983. Welkom Frankrijk, France. Alle landen betreden nu het podium. Een beetje de omgekeerde wereld. De Duitsers die hebben gemeend met de finale te moeten beginnen. Daar komt Noorwegen. Groot-Brittannië, United Kingdom, Royaume-Uni, Zweden, Sweden, Zweden, La Suède, Italië, 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 tweemansformatie. En die Türkei. Turkey. Spanje, Spain. Spanje. Spanje. Schweiz. Zwitserland. La Suisse. Zwitserland. Finland. 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 Griechenland. Greece. La Grèce. Griekenland. Met de klanken van de Sirtaki daaronder. Nederlands. Nederland. Beba. Onze eigen Bernadette in geel. Joegoslavië. Joegoslavia. Joegoslavië. Joegoslavië. Cyprus. Cyprus. Duitsland. Germany. Nu hoort het al aan het applaus in de zaal. Duitsland. De gebroeders Hofman. Denemark. En Denemarken vult het podium nog verder. Israël. Met Israël wordt het nog voller. Portugal. Oostenrijk. Austria. Oostenrijk. Griech. België. Belgium. Onze zuiderburen. België. Luxemburg. 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 En tot slot Luxemburg. Zo heeft u ze dan al een beetje leren kennen in al hun feestelijke en kleurrijke kledij. De 20 landen die vanavond gaan uitmaken wie met de erebal gaat strijken. Het is altijd weer spannend. En als de diverse landen dan het podium weer verlaten, met hier in beeld Dieter Reit, een voortreffelijk organist en de leider van het 50-mans orkest, gaan wij kijken naar de beeldschone Marlene Charell. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Herzlich willkommen zum 28. Eurovision Song Contest in der Rudi-Sedlmayer-Halle hier in München. Doet alles vanavond in drie talen. Ik ben dus wel verplicht nu en dan over haar heen te spreken om iets voor u te verduidelijken. Die autoren, componisten, interpreten, dirigenten aus 20 Ländern werden Ihnen heute Abend ihre Lieder vorstellen. Und eines davon wird den begehrten Grand Prix de la Chanson 1983 gewinnen. Vor uns liegt also ein spannender Abend, meine Damen und Herren. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diesen Abend, meine Damen und Herren, mit Ihnen verbringen darf. Spannende Abend, zegt ze. En ik ben blij dat ik deze avond met u mag doormaken en meebeleven. Welcome to the 28th Eurovision Song Contest, coming to you from the Rudi-Sedlmayer-Hall here in Munich. Tonight, authors, composers, performers, conductors from 20 countries will be presenting their songs to you, and one of the songs will be the winner. So we will have a very exciting evening to look forward to, and it will be my pleasure, ladies and gentlemen, to lead you through the program. Bienvenue. Bienvenue au 28e concours Eurovision de la chanson au Rudi-Sedlmayer-Hall à Munich. Bienvenue les auteurs, compositeurs, interprètes, chefs d'orchestre des 20 nations qui vous présenteront leurs chansons. Quant à moi, je suis très heureuse de passer cette soirée avec vous. Rund 500 Millionen Fernsehzuschauer werden unsere Eurovision heute Abend miterleben, die weltweit über die angeschlossenen Stationen der Europäischen Rundfunkunion, der EBU und über die außereuropäischen Organisationen per Satellit übertragen wird. It's amazing but true, about 500 million viewers will be watching our program worldwide because it's being broadcast by the member organization of the European Broadcasting Union, by Intervision and via satellite, and some overseas organizations too. Environ 500 millions de téléspectateurs. Ja, het is inderdaad ongelooflijk, dames en heren, dat er niet minder dan 500 miljoen mensen naar schatting vanavond deze uitzending zullen volgen. Niet alleen in het kader van de Europese verbindingen, maar ook via satelliet en zelfs in heel andere werelddelen. Daarom freue ich mich ganz besonders, Ihnen den musikalischen Leiter des Song Contest vorzustellen. Tonight, of course, the name of the game is music, and therefore I would like to introduce to you the music director of the Song Contest. C'est la musique qui est reine ce soir, et c'est pour cela que je voudrais vous présenter le directeur musical du concours Eurovision de la chanson, mesdames et messieurs, Dieter Reit. Nog een applausje voor deze jongere broer van Simon van Kolm, Dieter Reit. Sein Orchester und die Gastdirigenten aus den beteiligten Ländern werden heute Abend unsere Interpreten begleiten. His orchestra and the guest conductors from the participating countries will be accompanying the performers. Son orchestre et les différents chefs d'orchestre des pays participants accompagneront nos interprètes. Die Reihenfolge der einzelnen Länder wurde notariell ausgelost. The running order in which the countries will be appearing has been determined by drawing lots under the supervision of a notary, of course. L'ordre d'apparition du pays a été établi par tirage au sort en présence d'un huissier.